Hallo heren. Goeiedag. Wat leuk jullie weer te zien. Ja toch? En dag kijkers thuis ook. Het is maandag 4 september en ik sta in de binnenstad van Den Haag, oftewel bij de Boterwaag. Waarom sta ik hier bij de Boterwaag? Nou, het is namelijk zo dat Pauline Krikke de waterkaraffen van Dunea gaat overhandigen aan de Haagse horecaondernemers. Zodat het kraanwater meer wordt gebruikt in de Haagse horeca. Ik ben benieuwd hoe dat gaat en hoe de mensen het vinden om die mooie karaffen in handen te nemen. Dan een goed initiatief, Maarten Hinlopen, om hier op de grote markt iedereen op dat water te laten drinken. Want als je in grote verre buitenlanden bent, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dan is het heel gewoon en eigenlijk getuigt het dan van goed gastheerschap en goed gastvrouwschap, dat je water krijgt bij binnenkomst. Het is een soort van eerste ding. En laten we wel wezen, ons water is echt lekkerder, want het zit substantieel minder chloor in. Dus dat is ook veel aangenamer om te drinken. Nou, ik sta hier naast de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke. En het is namelijk geweest van Dunea met het waterkarafsysteem. Gaat door de Haagse horeca. En zo is de bedoeling dus dat er Haags water wordt genuttigd. Wat vindt u nou van het Haagse water? Ik vind het super lekker water. En ik ben bij Dunea geweest om te kijken hoe ze dat nou allemaal winnen. Ik ben in de duinen geweest en ik heb gezien dat ze dat hartstikke goed doen. En dat het ook kwalitatief echt heel erg goed water is. Dus ik vind het heel erg lekker water. Oké. En ja, wat vindt u van het project van dat ze dit hebben opgericht, vooral in de Haagse horeca? Ik vind het heel erg mooi. Want als je nu kijkt in de horeca, dan is het heel vaak zo dat we water drinken wat of uit Spa komt of uit Vichy. Of nog helemaal diep in Spanje, wat daar omhoog gepompt wordt en dan in auto's gedaan wordt en dan hier weer uitgeserveerd wordt. En eigenlijk is dat jammer. Want dat water is niet beter dan ons water. Ons water is hartstikke goed. En het vervuilt wel heel erg als je het zo door heel Europa moet slepen om dat hier op tafel te krijgen. Dus ik vind het initiatief van Dunea om karaffen ter beschikking te stellen, vind ik een super initiatief. En ik vind het hartstikke mooi dat Maarten Hinlopen hier voor de grote markt die in ontvangst heeft genomen en zorgt dat die overal op de grote markt te krijgen zijn. En natuurlijk nog door heel Den Haag heen. En heel Den Haag, want dit is het startpunt. En het is een estafette. En ik hoop dat die estafette door heel Den Haag gaat. Ja, inderdaad. En daar ben ik het helemaal mee eens. Want ik heb eens een keer water gedronken bij mijn tante in Roosendaal. Dat vond ik niet zo lekker. Hangt er vanaf welk Roosendaal je bedoelt. Maar Roosendaal bij Arnhem hadden ze heel lekker water. Oké, nou dan gaan we daar eens ook bij eens even proeven. Hartstikke bedankt. Heel graag gedaan. We hadden net Pauline Krikke. Ik sta nu naast Wim, de directeur van Dunea. En wat vindt u van het van hoe het gaat? Nou, ik vind het heel geweldig. Ik zei net al, ik zie staan een gelukkig man. Het is eigenlijk ons initiatief. Hè. Wij hebben Maarten bereid gevonden om dit over te nemen, waar ik super trots op ben. Wij wilden gewoon heel graag dat de horeca kraanwater ter beschikking gaan stellen. Het is duurzaam. Hè. We hoeven niet meer water van ver te halen. We hoeven niet meer transporteren. We kunnen voorkomen dat allemaal plastic flesjes worden gefabriceerd. En jongens, het water hier uit de duinen van het eigen Haagse is het beste ter wereld. Dus waarom zou je iets anders gaan doen? Ja, klopt, want er is natuurlijk één zuiveringsstation op ons Scheveningen natuurlijk. En nou is mijn laatste vraag eigenlijk, ja, hele brutale vraag. Ik heb het nog nooit gezien, onze kijkers ook niet. Zouden wij eens een keer langs mogen komen om te kijken hoe dat systeem nou eigenlijk werkt? Ja, helemaal top, graag. Uitnodiging bij deze, dus je bent welkom. Oké, nou, in ieder geval hartstikke bedankt. En mensen,
We gaan binnenkort kijken bij Dunea. Wordt gezellig. Zoals je dus hebt kunnen zien, de horecaondernemers zijn blij met de karaffen van Dunea. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel een goed idee. Alleen, één ding. In de presentatie zei je dat Pauline Krikke, fantastische burgemeester, fantastische vrouw, zei van dat je er ook geld mag voor vragen. Daar heb ik mijn twijfels over. Daar denk ik van, ja, moet dat eigenlijk wel? Weet je, het is kraanwater. Oké, moet ook wel betaald worden, maar toch, weet je. Het was gewoon een geslaagde dag. Pauline, die heeft de karaffen overhandigd aan de Haagse horecaondernemer. En gewoon top. En je weet het, hè. Wim heeft gezegd. En dus binnenkort zijn we te vinden bij Dunea. En gaan we daar eens kijken van hoe het waterzuiveringssysteem in elkaar zit hier in Den Haag. Ik zou zeggen, een geslaagde dag en we gaan er weer vandoor. Tot de volgende aflevering. Later.